Maar om zo'n helikopter te vliegen, je voeten geven de richting aan, maar dat doet ook je rechterhand en je linkerhand geeft de hoogte aan. En let op wat hij nu doet, hè. Die gaan alles, zijn hele lichaam is nu aan het bewegen van, dat, van de vlieger. Captain Olaf Langanki vliegt deze Bulco 105 van de Luftwaffe. En dit zijn het soort bewegingen die je niet met elke helikopter moet doen. We zullen straks veel horen over de Alouette en dan wil ik graag weten hoe ver hij kan ten opzichte van die Bulco 105. Dat is een ander toestel en dat kwam vooral omdat die rotor op een andere manier in elkaar zat. Die de meeste. Kijk, let op, een looping! Ja! Ja, bijna dan. Oké, okay, bovenop een soort Imol-helikopter. Ja, precies, een Imol-helikopterman. Ja, nee, het is een Duitse helikopter natuurlijk, die in 1967 al zijn eerste vlucht maakte in het Duitse Opdorp-Horn. En sindsdien is hij redelijk succesvol. Deze helikopter laat voor militaire vliegen heel veel zien. We hebben ook nog eens een keer de Red Bull, het Red Bull team, wat ook nog zo'n Bulkov helikopter in gebruik heeft. En die laat nog weer veel meer zien. Maar in ieder geval dit soort trucs. En ja, het is ongelooflijk moeilijk wat hier gebeurt, omdat je eigenlijk niet ziet waar je naartoe gaat. Dit moet helemaal op gevoel. En dat heeft hij dus blijkbaar. Die rotor die heeft geen scharnieren, dus de rotorbladen zitten vastgeschroefd aan het midden van die, de naaf. Waar de motor de aandrijving op levert. En dat heeft ervoor gezorgd, het is een enorm titanium blok waar die rotorbladen op vastgeschroefd zitten. En die flapperen natuurlijk als een malle, dat zijn kunststof bladen. En dat, maar doordat ze vastzitten zijn ze veel beter bestand tegen die enorme krachten die erop gezet worden door dit soort vrolijke bewegingjes. Dus het ronddraaien om de as draaien veroorzaakt onze meneer Langanki door zijn voeten te bewegen. Nu trekt hij mensen met de stick trekt hij hem omhoog, maar tegelijkertijd geeft hij ook met zijn linkerhand geeft hij een beweging om de snelheid te gebruiken. En zijn linkerhand zeg maar zorgt ervoor dat hij omhoog gaat. Dat is de collective stick, de collectieve. Dan gaan alle bladen in dezelfde stand. En de rechterhand is de cyclic, de cyclische. En die zorgt ervoor dat die bladen in een bepaalde richting een andere invalshoek krijgen. Want eigenlijk zijn die bladen allemaal vleugels. Het zijn gewoon vier vleugels die met een snelheid van pakweg 300 toeren per minuut krijgen. Ja, en eigenlijk is die rotor ook meteen de beperking van de voorwaartse snelheid. Want er is natuurlijk wel van alles geprobeerd om een helikopter harder te laten vliegen. Maar een helikopter kan nooit harder eigenlijk dan ongeveer een 400 km per uur. Dan houdt het ongeveer wel op. Omdat dan het naar voren gaande rotorblad de geluidssnelheid benadert. En dan krijg je zoveel wervelingen over die rotor waardoor de draagkracht weggaat. Dus er worden allerlei dingen op bedacht om een toestel toch verticaal op te laten stijgen. Maar ja, er zijn allerlei experimenten nu aan de gang om te kijken of we toch zo'n helikopter het gedeelte van het verticaal opstijgen en dalen kunnen behouden. Maar toch een wat grotere voorwaartse snelheid. Maar goed, we zitten in de evolutie daarvan. Maar bedenk, die vleugel gaat in feite dus 300 keer per minuut gaat die vooruit en dan weer achteruit en dan weer vooruit en dan weer achteruit. En dan dynamische effecten dan we gewend zijn van een gewone vleugel die door een straalmotor of door een propellermotor vooruit wordt bewogen. En daardoor is bijvoorbeeld met de wind in de rug, een harde wind in de rug, landen van een helikopter veel meer rekening mee moeten houden dan een vlieger die in een vleugelvliegtuig zit. Met andere woorden, hij werkt onder omstandigheden, bijvoorbeeld op zee als je op een vliegtuig moet landen. Of als je met je helikopter vlak achter de troep moet landen gewonden op te halen. Dan moet je onder de malste omstandigheden, waar de wind uit de verkeerde hoeken komt, moet je toch proberen dat ding veilig neer te zetten. Nou, ik kan u zeggen, dan is 3 kilometer rechte baan voor je van beton een verrekt stuk makkelijker hoor. Dames en heren, hier eindigt dan de demonstratie van de Duitse Bulco 105,
nog even vertellen dat niet alleen de Nederlandse groep lichte vliegtuigen eigenlijk de luchtmacht daarmee gevlogen heeft, maar ook de politiedienst luchtvaart heeft daar jaren mee gevlogen en gejaagd op allerlei boeven, snelheidsovertreders en natuurlijk ook heeft die bijgedragen aan de hulp bij ongeluk en dat soort zaken. Charlie. Voltaire Charlie in Perkoff.